Kato Zimmerman, waarom zijn jullie in dit gebied gaan zitten? Nou, wij zijn op zoek gegaan naar een plek om ons eigen gebouw neer te zetten. Daar hadden wij een bepaald beeld bij van wat we wilden, namelijk ook met twee studio's. En daarvoor hebben wij uiteindelijk een stuk grond gevonden van het havenbedrijf Amsterdam. Hier in de houthavens, de oude houthavens. En daar was dat concept realiseerbaar. En daar zijn wij heel gelukkig. Ja, het is een heel divers gebied met bedrijven die in de reclame zitten, mode, internet, televisie. Het gaat ook goed met elkaar om. Er wordt nog steeds bijgebouwd. Het is een inspirerend gebied. Tussen stad en havenindustrie ligt het overgangsgebied, de Minervahaven. Een stoer en ruig gebied dat erg in trek is bij creatieve bedrijven. Maar waarom vestigen deze bedrijven zich hier? En hoe ontwikkel je nou eigenlijk zo'n gebied? De Minervahaven is een van de weinige havens binnen de Ring A10 in Amsterdam-West. Dick Venneman, je bent architect en je was een van de eerste eigenlijk die dit gebied ontdekte. Wanneer was dat? Ja, die grote liefde voor het gebied, dat kwam eigenlijk uit mijn studententijd. Toen ik hier bij een beetje vervallen bedrijfje een atelierruimte had die uitkeek op deze haven. En wat voor gebied was het toen? Een vergeten gebied in de stad. Met een geweldige potentie. Amsterdam heeft zich altijd een beetje van het ei afgewend met het Centraal Station. En die hele haven die hoort zo bij de stad. De kracht van de openheid die is geweldig. Hoe ben je hier uiteindelijk begonnen? Toen wij de kans kregen om hier een halletje te kopen waarin wij ons bureau wilden vestigen, was dat als een soort verlossing om weer thuis te komen in dit gebied. We hadden een heel klein budget, dus we hebben eigenlijk een soort systemen gezocht waar we je heel simpele gebouw mee kon maken. Maar wel met een hele hoge ruimtelijke kwaliteit. En ja, dat eerste gebouw, dat was eigenlijk zo'n succes. En dat sloeg bij heel veel partijen aan. En zo zijn eigenlijk altijd een beetje als vanzelf mensen hier naar het gebied gekomen die zich daar, die onze gebouwen zagen en zeiden van, dat wil ik ook. De Minervahaven is rond 1880 gegraven en werd lange tijd gebruikt voor houtoverslag. In de loop der tijd functioneerde de haven niet meer optimaal voor de houtindustrie en kwamen er steeds meer stadsverzorgende bedrijven naar het gebied. En zo rukte de stad verder op en kreeg het gebied zo langzamerhand een nieuwe bestemming. Dick, we staan hier nu voor jullie eerste gebouw. Ja. Wanneer is dat neergezet? Dat is in 2002 gerealiseerd. En sindsdien, hoeveel gebouwen hebben jullie hier neergezet? We zijn nu aan ons 12e gebouw bezig in het gebied. Ja. Wat was het idee achter dit eerste gebouw? Omdat hier heel veel gebouwen staan die met prefabbetonsystemen gemaakt zijn, dachten we, goh, dit is een goede ingang. We maken een gebouw als een soort bedrijfshal met overmaat, met mooie hoge plafonds, stoere constructies. Het glas op de plekken waar je het wil hebben, dus het uitzicht over de haven. Ja, en zo heeft dat gebouw zijn eigenheid gekregen. Dus een simpel gebouw met een goede uitstraling. Ja. En betaalbaar ook. En heel erg betaalbaar. En dat was ook waar later mensen ook heel erg van gecharmeerd waren. Hè? Dat je dus ook architectuur kan maken op deze manier, wat ook echt kwaliteit heeft. Opvallend aan alle gebouwen als je kijkt zijn natuurlijk ook die ruime balkons die hier aan hebben gemaakt. Ja, en ik vind eigenlijk dat bij kantoorgebouwen veel meer buitenruimte moeten zijn. Mensen vinden dat fantastisch om een sigaretje te kunnen roken, even te kunnen telefoneren. Hier in dit soort gebouwen hebben wij gewoon in de zomer lekker de deuren openstaan. Fantastisch. Leonie van Beuken, havenbedrijf. Jullie hebben een kwaliteitsplan voor dit gebied. Ja, het beeldkwaliteitsplan is eigenlijk heel eenvoudig. Het zegt, we willen een heldere industriële uitstraling behouden met een verwijzing naar het verleden. De houthaven die hier was, maar ook ingetogen en duurzaam. Nou, als je naar het gebouw kijkt, zie je dat dus ook terug. Beton, industrieel, overal op allerlei plekken zie je houtelementen terugkomen. Duurzame materialen zijn gebruikt. Het andere is wat we hebben gedaan, is het wat spannend gemaakt, dus geen rechte rooilijnen. Daar mag overal wat verspringen dat er nog steeds iets gebeurt. En hoe verhoudt zich dat met de openbare ruimte? Het moet helder zijn. Hiervoor, toen het nog een havengebied was, gebeurde er ook heel veel met auto's, laden, lossen en handel. Daar hebben we allemaal van gezegd dat moet op eigen terrein of bij voorkeur eventueel inpandig. Zodat het beeld hier rustig is en mensen moeten ergens prettig kunnen zijn. En het is natuurlijk fantastisch mooi hier. En een derde element wat heel belangrijk is het water.
het water zijn we blijven gebruiken. Zoals je ziet, alle plek voor nautische havenfuncties in het gebied. Dick, dit is een van jullie laatste wapenfeiten. Het is wel echt anders van karakter, hè? Ja, dat vind ik ook heel goed, want we moeten niet alleen maar betonnen gebouwen staan. Ja. Wat maakt dit toch een typische Dick Venneman? Ik denk de no-nonsense architectuur die erin zit. Het is niet met marmer en allerlei andere dingen. Het is echt een gebouw wat een eigenheid heeft. Het hele gebouw klopt. Van zowel van binnen als buiten, de beleving, het gevoel met de haven, alles zit erin. Hoe verklaar je nu dat bedrijven als bijvoorbeeld een Diesel en een Calvin Klein hier graag willen zitten met hun kantoor? Het profiel hier is expliciet geweest creatieve bedrijvigheid. Dus we hebben diverse bedrijven langs gehad die niet helemaal aan het profiel voldeden, maar wel een prachtig verhaal maakten dat ze wel ook een pingpongtafel hadden bijvoorbeeld en heel creatief waren. Maar die werden dan weggestuurd? Ja, ja, er waren heel strikte afspraken ook met de stad. We hebben natuurlijk te veel aan kantoren. Dus we hebben heel strikt gehouden aan het profiel hiervan. Alleen dat hier naartoe brengen wat ook past. Als je klant hebt, kan je ze prettig laten parkeren. En je medewerkers hebben een fantastische werkplek. En om de hoek ligt de Albert Heijn en de Spaan aan mijn buurt. En het geweldige uitzicht over het water. Piet Bas Hendricks van Heren 2. Wat is jullie betrokkenheid bij de Minerva Haven? Wij zijn als investeerder en ontwikkelaar de grootste partij die hier opereert. Niet alleen ontwikkelen wij dit gebied, maar wij zijn tevens de belegger. Wij behouden de panden die we ontwikkelen. Als we hier kijken bij de maquette, dan is dit is eigenlijk feitelijk de Minerva Haven. Ja. Ja. Een aantal opvallende gebouwen of plekken zitten erin. Wat hebben we hier bijvoorbeeld? Dit is... Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling van architect Roberto Meijer. Daar hebben we net een huurder voor gevonden, voor het hele gebouw. Zijn we heel blij, het wordt een Europees hoofdkantoor van een groot kledingmerk. Dikke, de architect van Dedato, wat is jullie relatie daarmee? Want je merkt dat veel wordt volgens mij door hem ontworpen en door jullie ontwikkeld. Ja, nou, Dick heeft in die zin het voordeel dat hij eigenlijk een soort van architect is die op de kade aanwezig is. Dus wij worden wel eens geconfronteerd met opgaves waarin we op een hele korte termijn gevraagd worden om iets te presteren. Bijvoorbeeld een theater, bijvoorbeeld een Diesel. En dan is het fijn als je dus al die lijntjes bij elkaar kan brengen waarin je in een team kan samenwerken. En dan heeft Dick weer het voordeel dat hij bekend is met de randvoorwaarden die hier gelden. En daarmee dus heel snel kan opereren om een gebouw te realiseren. Dick, het Theater Amsterdam, 7 maanden geleden stond het er nog niet. Nee. Hoe kan dat? Nou, een hele enthousiast groep mensen die allemaal keihard hebben gewerkt. Die hebben ervoor gezorgd, samen met de gemeente, om dit in zo'n korte tijd te kunnen bouwen. Past een theater in dit gebied? Ja, vind ik wel. Het is gewoon zo'n bijzondere plek in de stad. Het heeft door zijn ingetogen architectuur, wat ik vind dat je niet groter moet zijn dan het verhaal van Anne Frank. Door de simpele vormgeving, het maken van een grote luifel, waardoor een soort eigen plein voor aan het water ontstaat. Ja, heeft het toch echt zijn plek in dit gebied afgedwongen. Hoe ziet het er nou over een aantal jaren uit? Over een aantal jaren zal het er rijker uitzien. En dan heb ik het meer over het feit dat er meer gewoond zal worden. We hebben nu al het theater, maar er zal ook een megabioscoop komen. Er zullen de woningen in de nieuwe houthavens, die komen, worden de komende jaren gebouwd. Daar worden horen scholen bij, er horen winkels bij. Ja, dus je voelt echt dat de stad opschuift. Er gebeurt iets wat altijd al met Amsterdam gebeurd is, hè, in zijn uitbreidingen. En, nou ja, dit is het laatste randje tot de ring waar de stad zich opnieuw zal ontwikkelen. Wat wordt nou volgens jou de toekomst van dit gebied? Dit gebied was in 2002 bedacht als een buffer tussen stad en haven. En wat we nu echt goed zien lukken is dat de verbinding tussen stad en haven is geworden. He, je kan daar gewoon de haven zien staan. Nou, dan de toekomst. Moeilijk, vind ik moeilijk te zeggen. Als je die kant uitkijkt lijkt het niet meer dan logisch dat de houthaven doorgroeit naar hier. En dat op een dag ook hier mensen gaan wonen. Alleen als je die kant uitkijkt naar de haven, dan zie je daar een van onze mooiste havenbekkens liggen. Breed, diep water. Straks als we een nieuwe sluis hebben, kunnen alle grote schepen kunnen daar nog steeds komen. Florerende bedrijven zitten daar, dus die zijn niet overmorgen en ook niet volgend decennium al weg.
En zolang die bedrijven er zitten, is wonen hier heel moeilijk. Een stuk zou kunnen, maar helemaal tot aan die kant, kan voorlopig echt nog niet. Ja, en hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, dat spel tussen een florerende haven en een florerende stad, dat gaan we zien. En dat komt allemaal samen eigenlijk op dit punt? Ja. En wanneer zou ik nou hier kunnen gaan wonen? In de toekomst, al deze gebouwen zijn allemaal van een dusdanige schaal dat ze makkelijk getransformeerd kunnen worden naar appartementen. En dat is eigenlijk onze echte duurzaamheid van de ontwikkeling die we hier doen. Een beetje afgekeken van de grachten, hè, want bij de grachten heeft over de afgelopen honderden jaren al verschillende functies gehad. Nou, dat hopen wij dat hier dadelijk ook gaat gebeuren. Dus de gebouwtjes blijven staan, de structuur blijven staan, alleen de inhoud die verandert, de functie verandert. Nu zijn er meer gebieden in Amsterdam die zich hierop voor laten staan, creatieve bedrijvigheid. Ja. Wat is nou het bijzondere aan dit gebied? Het water. Ja, je zit toch op een hele unieke plek in Nederland met een wijd uitzicht en een aantal leuke restaurantjes aan de kop van de Spaarnammerbuurt. Dus je bent en in Amsterdam, maar je zit toch in de haven.